Hey, superleuk! Je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Dit keer ga ik deze video niet alleen doen, maar ik heb een gast. Zo. Dit is mijn zusje. Misschien moet je jezelf even voorstellen. Nou, ik ben Nathalie, zusje van. Zou je niet zeggen, we lijken op elkaar. Blond, fijn. Bruin. Maar in deze video gaan wij, oftewel zij, ik durf niet, proefkonijn spelen. Houd het flesje even in beeld, dat is wel handig. Wij gaan deze color to play wash out van de kruidvatten testen. Dus om te kijken hoe dat is. Jij hebt de kleur koraal. Koraal. Ja. De bedoeling is, we gaan bij natrium alleen de onderkant doen, zodat je een soort dip dye effect krijgt. Maar wij wilden dus eigenlijk een testvideo maken van deze kleur. Ik weet dat er al meerdere video's van zijn gemaakt, maar bij de meeste mensen die ik heb gezien, die waren dan blond. En Nathalie heeft toch donker haar, dus we zijn eigenlijk wel heel benieuwd hoe dat op donker haar gaat pakken. En deze kleur is bijna niet getest. Er zijn bijna geen video's van online. Oké. Nou, dus superleuk. Misschien kun jij even voorlezen hoe het moet. Ja. Het staat voorbereiding. Het is raadzaam eerst de kleurresultaattest op een haarlok uit te voeren. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. We gaan gewoon gelijk Kijk, ik ben, zoals jullie kunnen zien, bovenop best donker. En onderin is het wat lichter. Ik ben ook altijd, in de zon word ik altijd gewoon veel blonder onderin. Maar de rest niet. Dus daar doen we ook maar de punten. Er staat dan bij: de kleurintensiteit en kleurvastheid zijn afhankelijk van de basiskleur en conditie van het haar. Houd de tijd bij hoe lang het duurt om het ideale resultaat te krijgen. Gebruiksaanwijzing: kleurcreme aanbrengen op droog, schoon haar. Draag hierbij beschermende handschoenen. 10 tot 30 minuten laten inwerken afhankelijk van het gewenste kleurresultaat uit de test. Grondig uitspoelen totdat het water geen kleur meer afgeeft. Ik moet wel bijzeggen dat dan staat erbij ook van die handschoenen. Die krijg je er overigens niet bij. Dus het is als je kunt het gewoon wel met je gewone vingers doen. Maar als je dus bang bent dat je heel gevoelig daarvoor bent, dan moet je dus zelf zorgen voor de handschoenen. Want die krijg je er niet bij. Waar gaan jullie nu laten zien eigenlijk hoe dit moet? Wat wil jij zeggen? Ik wou daarop aansluiten eigenlijk met handschoenen. Ik heb deze zelf een keer getest in de kleur plum. Dat zag je redelijk, maar dat heb ik dus ook zonder handschoen gedaan. Want dit is ook echt een kleurcreme. Ga je nu zo ook zien. Hij ruikt ook gewoon echt heel lekker. Heel erg fris, fruitig. Dus het is niet zo als haarverf. Als je dat op je krijgt. Ik weet nog, toen ik mijn haar had verf, dan ging het allemaal bijten op mijn hoofd uit en zo. Maar dit is gewoon echt alsof het conditioner is. Dus ik denk ook dat het iets minder snel last geeft op je handen en huid. Maar wij gaan jullie nu laten zien hoe je dit het beste dus kunt inbrengen. En dan zien jullie strakjes het resultaat, hoe het eruit komt te zien. Dus wij gaan jullie heel veel plezier wensen met deze video. Ik heb elke keer op het andere knopje gedrukt, dus waarschijnlijk vanmiddag met filmen. Het is wel raadzaam om eventjes een handdoek om je kleding heen te doen. Het is gewoon uitwasbaar, uiteraard. Zeggen ze. Ik ga eigenlijk lekker echt de handdoek, weet je. We hebben vanmiddag schoongemaakt. Ik krijg lekker die vieze handdoek in mijn nek. Hier. Hij is niet vies. Hij is niet heel super vies. Nou, we hebben alle stof ermee afgehaald. Maar dat maakt niet. Het is niet vies. Ik ga haar haar even in delen verdelen. Het is echt raadzaam. Wil je dit even vasthouden? Ben ik niet vergeten. Oh, ben je dit? Ja. Ben je dit weten? Neem dit. Help. Ik ga de kleurkleur nu aanbrengen op mijn hand. Dan kunnen jullie ook gelijk zien. Het is echt super dik. Jij moet erin knijpen een beetje hoor, het flesje. Dat pas komt het eruit. Zie je? Het zit er echt fucking nasty uit. Oh, het ziet er echt donkerrood uit. Kijk hoe rood dit is. Het wordt niet zo rood in mijn haar, denk ik. We gaan het nu meemaken. Ik ga het nu meemaken. All the meaner side of me.
They took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know, a heart of steel, it starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know, a heart of steel, it starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been working every day and night. That's how a superhero learns to fly. All the hurts, all the lies, all the tears that they cry. When the moment is just right, you see fire in their eyes. 'Cause he's stronger than you know, a heart of steel, it starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been working every day and night. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been working every day and night. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Solo con un beso yo te haría acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Mi amor, bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Het ziet er echt rood uit. Het is echt veel hoger dan we hadden gepland. Ja, sorry. Ik was de chef. Als het zo rood blijft, ben ik echt blij. Ik ben blij als het er niet meer uit gaat. Dat zou ook leuk zijn. Krijg je het in de handen, hè? Ik ga denk ik de volgende keer echt gewoon mentaal rood, definitief rood verven. Kijk haar handen. Kijk haar handen. Dit is echt bazig gewoon. Het wil er niet kijk, af. Kijk, dit wil er gewoon niet af. Ik ga jullie even laten zien. Ik heb het nu wel gewassen. Ik ga ervan uit dat het niet meer op uit. Ga je uit. Ik ga jullie even laten zien. Ik hoop dat jullie... Ik ga even lampen doen. Want... Het ziet er nu zo uit. Dus ik ga het eventjes verpakken. Zo ziet het haar er dus uit nu.
ja, we willen eigenlijk ook nog even de eindconclusie van de verf bespreken. Het inbrengen vond ik super makkelijk. Het pakt gelijk heel erg goed. Je ziet gelijk waar je geweest bent en waar niet. Dus dat vind ik echt super tof. Het enige nadeel vind ik, als je dus geen handschoenen gebruikt, krijg je dit effect. Het blijft rood. Dus ik hoop echt dat dit er nog afgaat. Met schuurmiddel sowieso. Vorige keer heb ik het met schuurmiddel gedaan. Het was er zo af. En goed met zeep, dat werkt ook. Oké. Nou, dat kan ik dan nog gaan proberen. Ik had het heel eerlijk feller verwacht. Maar dat vind ik. Dus ja, wat vind jij ervan? Ja, ik ben er heel blij mee. Ik vind het heel tof. Ik heb natuurlijk best wel donker haar van mezelf. Dus als het echt fel vuurtorenrood, zeg maar, wordt, dan is het te. Mijn vriend was er overigens niet blij mee toen ik een foto stuurde. Hij dacht echt, oké, oh my god, alsjeblieft niet. Maar goed, te laat. Maar ik ben er heel blij mee. Het valt goed op, maar het is ook niet dat je denkt van, jemig, wat een verschil. Dus ja, ik ben eigenlijk heel tevreden daarmee. En ik denk wel een volgende keer, nou ja, ik weet niet of ik... Kijk, mijn vriend is er dan niet zo blij mee, dus daarom zou ik het juist als spoeling gebruiken. Maar ik zou dit ook wel willen, gewoon qua resultaat, maar dan in vaste verf. Maar dan is het wel hoe lang ben je het zat. Dus, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat er heel weinig kleur van afkwam met uitspoelen. Er kwam echt bijna geen rood uit. Dat vond ik, waarvan ik dacht, oké, het staat echt duidelijk op, ja, je moet uitspoelen totdat het... Ja, maar dat kan ook te maken hebben dat ik misschien heel donker haar heb of zo. Of omdat het juist een kleurspoeling is, met verf komt er heel veel van af, heel veel pigment. Maar omdat het uitwasbaar is, dat misschien... Gewoon minder pigment afgeven met uitspoelen. Dat zou kunnen. Maar goed, ik vond het wel heel erg leuk om dit te testen samen met Nathalie. We hebben onze eerste video eigenlijk samen. Ja, en ik denk op zich, er staat op de verpakking, nou ja, weet je, lichtblond tot donkerblond haar. Nou is de onderkant van mijn haar, denk ik, tegen donkerblond lichtbruin aan. Want mijn onderkant van mijn haar is echt wel een stuk lichter als mijn echte haar. Of tenminste, ja, het is allemaal echt haar, maar... De bovenkant is echt gewoon bruin. Het is ook van mezelf. Maar door de zon wordt mijn onderkant altijd heel licht. Dus ik denk dat het dan ook gewoon goed pakt. Ook als je zelf donker haar hebt. Ik vind het ook zeker €4 wel waard. Ik durf daar niet echt een uitspraak over te doen. Ik weet dus niet als dat je echt heel donker haar hebt of het dan echt gaat pakken. Het moet geen zwarte haar zijn, denk ik. Dat gaat niet werken. Maar ik weet bijvoorbeeld als je... Misschien gaan we het ook veel te lang maken. Maar als je die violet kleur pakt. Of dit zeg maar echt de pasteltinten. Je hebt ook een. Je hebt nog een andere kleur. Dat is meer oranjeachtig. Ja, ja, die vind ik. Ik dacht dat juist koraal was. Vond ik dat het ook. Ja. Nou ja, dat is dus een hele lichte oranje. Dat zijn echt die pasteltinten. Ik denk als je die doet als donker zijnde. Want ik heb inderdaad ook meerdere YouTube filmpjes gezien. En daar stonden inderdaad. Dat zag je gewoon niet zelfs op blond haar. Maar ik denk als je dit pakt, dit rode en dat blauwe en dat pleum. Dat pakt op zich wel redelijk. Dus ja, ik denk als jij dit doet, dan ben je echt een redhead. Ik ga het niet doen. Ik wil jullie voor nu heel erg bedanken voor het kijken. Laat vooral even weten wat je vond van deze video. En doe een duimpje omhoog. Ja, doe een duimpje omhoog. Natuurlijk helemaal goed. Maar ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden nu ik een video samen met Nathalie heb opgenomen. Dus ik vind het leuk om samen vaak een video te zien. En dan kunnen wij dat altijd bespreken of dat mogelijk is. En wat voor video's dan ook. Ja, laat dat ook zeker weten. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. En dan mis je geen enkele video meer van mij. En ja, dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doei!